Johan, voor we beginnen ga ik nog even, je weet wel. Nee, ik weet van niks. Even de kleine boodschap doen. Even plassen. Ah, maar dat doe je toch snel even tegen die boom? Ja, dat zou jij wel willen, hè? Ja, maar je bent daar net nog geweest. Komt het toch dat vrouwen altijd sneller moeten plassen dan mannen? Of is hun blaas kleiner of zo? Het zou kunnen, hè, dat meisjes gewoon medisch gezien een kleinere blaas hebben dan jongens. Dat zou eens moeten onderzoeken. Of misschien hebben Nederlanders wel een kleinere blaas dan Vlamingen, kan ook. Johan, wat ben je nou allemaal achter mijn rug om aan het vertellen? Niks. Ik vraag me gewoon af hoe het komt dat meisjes minder lang hun blaas kunnen ophouden dan jongens. Lijkt me een spetterend onderwerp. Echt iets voor jou. Johan, de grootste spet van Vlaanderen. En Yvonne, de kleinste blaas van Nederland. Welkom bij Groot Licht. Het is onzin dat meisjes een kleinere blaas hebben dan jongens. De grootte van je blaas hangt gewoon af van je totale lengte. En je moet wel een lilliputter zijn, wil je een kleinere blaas hebben. Nou, een gemiddelde blaas is ongeveer zo groot als een appel. Hoe meer je drinkt, hoe vaker je naar de wc moet. Ja, dat lijkt me nogal logisch. Maar het hangt er ook vanaf wat je drinkt. Want hoe zoeter de drank, hoe minder je plast. En thee en bier bijvoorbeeld, die zijn dan weer vochtafdrijvend. Dan plas je meer dan wat je gedronken hebt. Ja, het meest vervelende is natuurlijk dat je ongelooflijk dringend moet, maar nergens een plekje vindt of dat je niet mag, zoals op school. Iedereen heeft wel eens gewildplast of wildgeplast. Of hoe zeg je dat eigenlijk? Als het nood dringend wordt, dan kan dat wel eens gebeuren. Dat ik hier tegen de kathedraal sta en de rest zijn gang laat gaan. Als ik bijvoorbeeld 's avonds op café zit en het is nogal druk, dan durf ik al eens tegen de kathedraal komen plassen. Misschien in een bos of zo, in de natuur, daar zou ik er niks op tegen hebben. Ja. Maar niet zo hier midden in de stad. Ik zou het niet graag hebben dat ze tegen maand door moesten komen doen. Zijn toch cafés genoeg voor binnen te gaan? Wij kunnen het ook niet overal kwijt. Dus we moeten ook zoeken naar een toilet en in de rij staan en wachten. Dus de elektriciteit opzetten. Om de kathedraal echt zou de mensen afschrikken. Ik denk dat het in Nederland was, als ze ergens bepaalde ijzeren plakkaatje daarin zit, dat ze mensen er tegen plassen, dat dat dan terugspat en dat ze dat dan niet meer zouden doen, omdat het dan op hun eigen schoenen terechtkomt. Controle s'avonds, op allerlei noemen ze wijkagenten. Ze gaan dat blijven doen hoor. Ja, ik zelf ook. Over wildplassen gesproken. Weet je dat de helft van de oude gebouwen op instorten staat omdat er zoveel tegen aangepiest wordt? Hoe komt het nu dat je een gevel kan omverplassen? Heel simpel, in urine zitten namelijk zouten. Als je nu tegen een gevel plast, zo, en dat straaltje dat is eenmaal opgedroogd, zo, dan blijven uiteindelijk die zouten over. Omdat het nu te lang zou duren om heel deze baksteen op te drogen, heb ik er eentje voorbereid. Kijk, wat doen die zouten? Die gaan helemaal samenklitten of kristalliseren en die nestelen zich in de poriën of de gaatjes van zo'n steen. Nu bij de volgende plasbeurt komen er opnieuw zouten bij. Wat doen die? Die gaan naar hun vriendjes, die gaan er weer gezellig samenklitten. En zo nemen ze alsmaar meer en meer ruimte in die steen, tot die uiteindelijk verpulverd is. En dan krijg je dus deze schotel. En zo kan een kudde zout dus een hele kerk opvreten. Het is dan ook niet vreemd dat in steeds meer steden flinke boetes staan op wildplassen. Het mooie van heel die situatie is dan weer dat er massa's vlinders op die wildgeplaste urine afkomen, omdat die gek zijn op zout.
Als de toestand met die gebouwen echt zo erg is, dan hebben we dat wel mooi te danken aan het mannelijk deel van de bevolking. Want welke vrouw haalde nu in haar hoofd om op haar hurken in de stad tegen een kerk aan te gaan zitten plassen? Ja, maar wij zijn niet de enige schuldigen, hoor. In Oostende viel laatst spontaan een lantaarnpaal omver. Gelukkig werd er niks geraakt, maar het leek wel een aanslag. Bij nadere inspectie bleek dat bijna alle palen aan de onderkant helemaal doorgeroest waren. Paniek in de stad. Welke terroristen zaten hierachter? Ach, ons eigen poedeltje. Watch out voor hondenplas. In dit geval gaat het natuurlijk niet om de zouten, maar wel om de zuren in urine. Zuren kunnen heel straf inwerken op metaal. Kijk, ik heb hier zoutzuur. Daar neem ik een beetje van. Hier ligt magnesium. Het kleine stukje. Dan doe ik daar wat op en kijk wat gebeurt er. Maar in het geval van de lantaarnpalen is het natuurlijk vooral een kwestie van roest. Yvonne? Het enige waar vrouwen natuurlijk nog mee zitten, is dat ze heel vaak hun plas heel lang moeten ophouden omdat ze gewoon nergens kunnen. Ja, dat wildplassen, dat is voor vrouwen helemaal nog niet zo'n pretje. Geen problemen maken waar ze niet zijn, Yvonne. Wij hebben een aantal survival tips op een rijtje gezet voor het openluchtplassen. En dan merk je zo meteen waar dit voor dient. Hier zie je de survival kit voor mannen en hier zie je de survival kit voor vrouwen. Plassen in de vrije natuur is voor onze mannelijke anonieme proefpersoon een alledaagse bezigheid. Hij plast in het bos, langs de weg, in het weiland, waar hij maar wil. Veel heeft de man niet nodig bij het openluchtplassen. In zijn rugzak zit dan ook alleen maar een windmeter. Altijd handig om die te raadplegen voordat je gaat plassen, want we willen natuurlijk nooit tegen de wind inwateren. De man zoekt ook meestal iets op om tegenaan te plassen. Op die manier beschermt hij zich frontaal tegen ongewenste toekijkers. Zorg ook dat je tijdens het plassen de windrichting nog steeds in de gaten houdt, want anders gebeurt er dit. En voor de rest geldt natuurlijk de regel, ook al zwengel je nog zo kloek, de laatste druppel valt in je broek. Voor vrouwen is het openluchtplassen doorgaans moeilijker omdat zij in de zithouding plassen. Hier kan je zien wat onze vrouwelijke anonieme proefpersoon nodig heeft om fatsoenlijk in het bos te plassen. Schoenbeschermers, knijpers om de broek mee omhoog te houden, iets om mee af te vegen en een luchtje frissen. Verder is het voor de vrouw van belang dat ze zich goed kan afzonderen. Neem daarom altijd een autodeur mee. En als ze dan alle voorzorgsmaatregelen genomen heeft, kan ze het eindelijk laten lopen. Hehe. Zo, je moet er wat voor over hebben, maar het lucht wel op. Kunnen vrouwen eigenlijk niet staand plassen? Vanaf nu wel. Daarvoor is namelijk dit hulpstuk uitgevonden. De laïne, ofwel de plaskoker. Een uitvinding van mevrouw Dantuma. Dit verlengstuk biedt je alle comfort bij het staand plassen. De emancipatie is eindelijk een feit. In de loop van de geschiedenis zijn er heel wat soorten toiletten de revue gepasseerd. Dit is een Romeins openbaar toilet en bij de Romeinen was openbaar echt wel het juiste woord. De toiletten boden plaats aan 12 personen die gewoon naast elkaar zaten, zonder tussenschotje dus. Kon je nog even diner van gisteravond doornemen? In middeleeuwse kastelen werd het toilet gewoon tegen de buitenmuur geplakt. Kwestie van de stank buiten houden. Knappe jonkvrouwen die onverwacht langskwamen werden op deze manier dan ook van harte welkom geheten. Vanaf de 15e eeuw zaten de adel en de burgerij toch liever wat luxueuzer. En daarvoor werd de gemakstoel bedacht. Dit toilet leek zoveel op een echte stoel dat de jonkvrouw tijdens het ontlasten gewoon door kon gaan met het ontvangen van huwelijkskandidaten. Een andere mogelijkheid in die periode was nog altijd het wandelend toilet. Dat was iemand met een wijde jas en een houten emmer. Neus dicht en ontvangen. Over plassen gesproken. Wanneer je naar het toilet gaat, kijk dan wel of je naar het juiste toilet gaat. Mocht je dan toch het toilet van het andere geslacht ingaan, doe dan ook net alsof je van het andere geslacht bent. Als je binnenkomt, kies dan voor de juiste pot.
Ga niet zitten op een urinoir. En blijf niet staan bij een wc-pot, want dat wordt gebruikt door mensen die moeten poepen. Timing. Als je het toilet binnenkomt, is het de bedoeling dat je penis nog in je broek zit. Nee, zorg ervoor dat je beheerst binnengaat en ontvouw je lidpas als je op de daarvoor bestemde plaats bent. Praten. Op het toilet is het niet de bedoeling dat je praat. Mocht je dan toch iets willen zeggen, doe dit dan niet zo. Tien! Wat een kleine piemel op jij, zeg! Moet je trouwens opplassen, er komt helemaal geen plas op je piemel, hoor. Hey. Als je moet poepen, moet je daar zijn, hoor. Nee. Praat bij voorkeur over het weer. Hey. Lekker weertje, hè? Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Ja. Kijk, gisteren miezerde het een beetje, maar vandaag is het een ware wolkbreuk. Ja? Ja. Bewegen. Tijdens het plassen beweeg je soms een beetje. Schaam je daar niet voor, maar maak er ook geen waterballet van. Samenvattend, kom binnen, kies de juiste pot, ontvouw je lid, urineer en schud dan even na. Of zoals in de volksmond wordt gezegd, klop even af. Dit waren nuttige tips. Tot volgende week. Weet je dat ze tegenwoordig in die plasbak een vliegje zetten om jullie een mikpunt te geven? Ja, dat is onderzocht, hè? Dat werkt echt. Maar het probleem is vaak de hoogte van de plasbak. Ze zeggen wel eens, de onderkant van de zak is de bovenkant van de bak. Oh, oh, gaat uw gang, meneer. Wat natuurlijk nog idioter is, is als je uiteindelijk kan en mag plassen en dat het dan dus niet meer lukt. Bij de dokter bijvoorbeeld. Plassen onder stress. Heb jij het al eens voorgehad bij de dokter? Ja, tuurlijk. Weet je wat nog erger is? Plassen in een potje. Dan hebben jullie het toch een stuk gemakkelijker, hoor. Jullie kunnen gewoon mikken met je slurf. Ja, maar toch, dat potje is direct vol en dan moet je verder in het toilet. Dan plas je bijna altijd je vingers nat. Maar dan stop je toch gewoon even? Nee, dat is niet zo gemakkelijk. Bij mij wel. Ja, maar bij mannen is de pisbuis langer, hè? Je kan het een beetje vergelijken met een tuinslang. Als je daar het kraantje dichtdraait, dan spuit hij altijd nog even verder. Dus als wij besluiten om dicht te knijpen, dan is er altijd nog een portie onderweg. Een probleem, hè? Maar waarom moet je eigenlijk plassen bij de dokter? Je kan uit je plas heel wat opmaken over je lichamelijke gezondheid. Vroeger werden doktoren wel eens piskijkers genoemd. Op oude schilderijen staan ze afgebeeld met een flesje pis. Nu, wat kan je allemaal zien? Je kan zien of een vrouw zwanger is, of iemand ontstekingen heeft, of je te veel suiker of te veel bloed in je urine hebt. En meestal kan je ook zien of je nierstenen hebt. Nierstenen zijn trouwens heel mooi. Ik heb er een paar uit mijn collectie meegenomen. Kijk. Kan je een leuk kettingje van maken of een oorbel? Heb je er toch nog wat aan gehad? Even terug naar de dokter. Kijk, normaal is je plas geel. En als hij een andere kleur heeft, dan betekent dat vaak dat je ziek bent. Of, meestal heeft het te maken met wat je de avond van tevoren gegeten hebt. Als je nou bijvoorbeeld rode bieten eet, dan krijg je de volgende dag een rood plasje. Schrikt de dokter zich? Rot. Rot. Als je nou urinewegontsteking medicijnen slikt, dan krijg je... bruine plas. En als je verdoofd wordt met het middel propofol... groen. Lekker. Heerlijk. Maar als je wil dat die dokter onderuit gaat van de stank, dan moet je de avond van tevoren asperges eten. Oh. Mooie kleurenpalet, Yvonne. Heb je dit allemaal zelf geproduceerd of heb je mensen die voor jou plassen? Ik zit hier aan een heerlijk ontbijtje met... Koen van der Kroon. Thank you.
Nou, eet smakelijk. Hetzelfde. Mag ik ook zo'n kopje thee? Zo'n kopje thee? Of zo'n kopje thee? Dit is geen thee, dit is een glaasje urine. Is een glaasje urine? Ja. En dat ga jij nu opdrinken? Ik ga er nu een slokje van nemen, maar normaal gesproken doe ik dat niet tijdens het ontbijt, maar een uurtje ervoor. 'S Ochtends als ik opsta. Je wordt wakker, je gaat even plassen. Even plassen, glaasje vol plassen en opdrinken. En waarom doe je dat? Het drinken van een glaasje ochtendurine is heel erg gezond. En dat is eigenlijk al een hele oude traditie. Mensen doen het al duizenden jaren lang. Alleen in deze eeuw, waarin alles heel erg toegespitst is op hygiëne, zijn mensen het een beetje vergeten dat het gezond is. Maar je plast het niet voor niks uit. Eigenlijk is het toch gewoon een afvalstof? Het is geen afvalstof, maar dat je het gewoon uitplast, dat is natuurlijk waar. En alles in de natuur bestaat uit kringlopen. En sommige van die kringlopen kun je gebruiken. En blijkbaar heeft dit een genezende of een heilzame werking. Maar waarom ben je er ooit mee begonnen? Was je ziek? Ik ben er ooit mee begonnen in India toen ik een ongeluk heb gehad. En ik had toen een grote steen op mijn voet gekregen en het vlees was tot op het bot eraf op mijn voet. En na een week had ik een verschrikkelijke infectie eraan. En toen zei een vrouw tegen mij daarvan, probeer dat eens met een doek met urine eromheen. Toen dacht ik eerst van, die is een beetje gek, want dat kan niet goed zijn. Maar ik had eigenlijk geen andere mogelijkheid op dat moment en ik heb het gedaan. En binnen 2-3 dagen was die hele wond helemaal, infectie was weg, er zat een prachtig nieuw roze huidje op en het was helemaal gezond geworden daardoor. Waar wordt het nog meer voor gebruikt? Je kunt urine gebruiken gewoon om je huid mooier te maken. Er zijn ook een aantal popsterren die dat doen. Bijvoorbeeld een Madonna gebruikt urinetherapie. Oh ja? Ja. Ik gebruik het zelf wel eens na het scheren als een aftershave. Je krijgt een heerlijk zachte huid van. En het leuke is dat vindt jouw partner dat ook fijn? Je hebt er geen enkel probleem mee. En dan is het en het is zelfs zo dat ik dat soms doe. En dan ga ik naar mensen toe. En zoals hier de gewoonte is, bij mijn vrienden is vaak 3 keer zoenen als je elkaar ziet. Maar in ieder geval is het zo dat ik regelmatig van mensen te horen krijg van, wat ruik je lekker? En dan wacht ik in mijn vuistje, want ik wist wat ze roken op dat moment. Waar wij altijd aan denken bij urine is eigenlijk altijd die geur van oude urine die je op openbare toiletten ruikt en zo. En dan kan urine echt stinken. Ochtendurine ruikt ook niet lekker. Het ligt een beetje aan wat ik al zei, wat je gegeten en gedronken hebt. Als je veel vlees eet, dan gaat je urine sterker ruiken. Als je net koffie gedronken hebt, kan je urine vrij sterk ruiken. En als je asperges gegeten hebt, kan je urine ronduit heel sterk of heel vies ruiken. Op internet is er ook een pagina. Waar kan je die vinden? Dat is eigenlijk heel makkelijk te vinden als je bij een search engine het woord urinetherapie of urinetherapie ingeeft. Dan krijg je die pagina gewoon in het lijstje. En dan kun je hem aanklikken. Zijn er veel mensen die er naar kijken? Hier kun je zien dat er afgelopen jaar bijna 12.000 mensen naar die pagina hebben gekeken. En dat is van overal ter wereld. Ik krijg dan vaak e-mailtjes in reactie daarop. En die komen vanuit Nederland tot en met Argentinië, Australië. Je bent eigenlijk een soort plasdokter, hè? Een beetje wel, ja. Neem eens een slokje. Is toch raar? Ja, ik kan me voorstellen. Zeker als je geleerd hebt dat het iets vies is, dan is dat even raar, ja. Er zit nou iemand te kijken en die denkt, nou, het lijkt me wel wat, maar ik vind die pies zo vies. Ja. Nou, geef eens even een tip. Hoe begin je nou? Ja, om te beginnen is het altijd goed om eerst even aan het idee te wennen. En niet meteen met drinken te beginnen. Maar gewoon eens, als je naar de wc gaat, een beetje plas nemen op je huid. En eens eraan ruiken. En kijk of je nou echt zo vies vindt ruiken als dat je denkt dat het is. Maar heb je tips zodat je het een beetje in dingen kan verstoppen? Ja, je kunt het mengen met een beetje sinaasappelsap. Je kunt het in een kopje kruidenthee doen. Je kunt er wat honing doorheen doen. Je kunt er wat citroensap doorheen doen. Dus er zijn een hoop culinaire tips, om het zo maar te zeggen, om urine in het begin wat aangenamer van smaak te maken. Nou, proost, hè? Ja, proost. Op het gezonde leven. Ja.
hoef niet zo vies te kijken. Iedereen heeft wel eens plas gedronken. Want als je als babytje in de baarmoeder zit, dan plas je namelijk in het vruchtwater en af en toe neem je daar gewoon een slokje van. Jij ook. Oké, en dan nu een recept uit de oude doos. Dit is een middel tegen haaruitval dat in de 18e eeuw echt werd bereid. Wat hebben we nodig? We hebben een paar flinke scheppen aardappelbloem nodig. Zo. Dan een beetje zwavelpoeder, dat is dit. Groene spul. Niet te veel, naar smaak gewoon toevoegen, zoiets. En oude opgewarmde pis. Die roeren we er flink door. Zo. Tot het een lekker papje wordt. Zo. Kijk eens aan. En dan? Ja, dan moet je het op je haar smeren, denk ik. Hè? Oh, dat is leuk. Zo. Ja, dat denk ik echt dat het werkt. Nee, ik betwijfel eerder of dit recept wel echt werkt. Maar wat wel zeker is, is dat de urea in je urine, dat die een positieve werking heeft op je huid. Want het wordt echt in cosmetica gebruikt. Ja, want parfumfabrikanten die stoppen ook altijd een beetje poep en piesgeurtjes in hun parfum, want dat trekt het andere geslacht aan. Oké, dan gaan we nu even uit voor een kleine boodschap. Urine of Yourself is een hypoallergeen hydraterend ochtendwater dat gemakkelijk wordt opgenomen door je huid en niet irriteert. Het is niet dermatologisch getest, maar het is ook dermate logisch dat dat niet hoeft. Urine of Yourself houdt je huid jong. Ontdek het geheim van Urine of Yourself. Meestal laten wij onze pis gewoon in het riool achter. Maar pis kan ook heel nuttig zijn. De oude Romeinen deden er bijvoorbeeld hun was mee. En de volders gingen langs de deur om oude pies op te halen en die verkochten ze dan door aan de wasserijen. En toen kwam keizer Vespasianus en die ging belasting invoeren over die ingezamelde pies. Nou, die volders waren natuurlijk helemaal niet blij mee, want zij moesten iedere keer dat stinkend goedje ophalen. Toen zei die keizer... Geld stinkt niet. Vandaar de uitdrukking. Urine werd ook gebruikt om leer en textiel te kleuren, want daar zit ammoniak in. In Tilburg staat een beeldje van de kruikenzeikers. Zo werden de arbeiders destijds genoemd als ze hun pies mee naar de fabriek namen om daar te verkopen, om ze een extra centje bij te verdienen. Zeik! De Tilburgers heten met carnaval nog steeds de kruikenzeikers. Wist jij dat eigenlijk? Nee, dat stond niet in het scenario, hè? Nee, dat wist ik. Maar wat ik wel weet en wat ook in het scenario staat, is dat je regelmatig aan pis zit. Want het ureum, dat zit dus in je urine, dat wordt als grondstof gebruikt voor bijvoorbeeld formicaplaten, zoals je bureaublad. Of voor stopcontacten. Of het zit ook in houtlijn. En voor het in die producten wordt verwerkt, ziet ureum er zo uit. Het zijn van die balletjes eigenlijk. Zeg maar dat je elke dag plas in je handen hebt. Nee. En zijn we nog één belangrijke toepassing vergeten. En dat is? Spionnen, die gebruikten vroeger urine om geheime boodschappen mee te schrijven. Ja, ja. Ja, ik heb er zo even teruggevonden. Op het eerste zicht zie je niks. Maar als je het boven een vlam houdt of je strijkt erover, dan... Dat geloof ik dus niet. Dan komt hij... Ja, het is gewoon even wachten, dan komt hij tevoorschijn. Johan, we hebben geen tijd meer om te wachten. Het groot licht moet uit. Leuk dat je keek en tot de volgende week. Dag. Weet jij nu eigenlijk al waarom meisjes sneller moeten plassen dan jongens? Maar dat is een sprookje. Hoeveel je en hoe vaak je moet plassen hangt af van persoon tot persoon. Het heeft niks te maken met jongen of meisje. Soms lijkt het alsof jongens meer moeten plassen, maar dat komt omdat het langer duurt. En dat komt omdat ze een langere pisbuis hebben. Meisjes hebben een kortere pisbuis, die kunnen dus krachtiger plassen. Hun blaas is gewoon eerder leeg. Wat staat er nu op dat briefje? Genoegen zeker. Wie zou dat eigenlijk geschreven hebben? Ik weet het niet, maar als het een meisje is, dan ben ik heel benieuwd hoe ze dat gedaan heeft. Ja, wat dacht je hiervan?